Een overwinning zou AFC behalve uit de zorgen helpen ook de koppositie opleveren in de derde periode. Ten koste dan van tegenstander Barendrecht. Dat zegt natuurlijk wat over die indrukwekkende eindsprint van de Amsterdamse voetbalclub. Maar in de beginfase is Barendrecht beter. Daar is Jongman en daar is het 1-0. Na 10 minuten. Bedankt is natuurlijk voor Essayas, medeman van de assist. En de captain staat weer op de juiste plaats. Slechte start dus van de ploeg uit Amsterdam-Zuid. Eerder dit seizoen won Barendrecht nog met 3-0 van AFC. Maar ja, toen hadden ze nog geen Reilly Ignacio. En nu wel het goudhaantje, de verlosser. Maakt hij zijn tiende van het seizoen. Wat is die toch belangrijk. En AFC dus weer terug in de wedstrijd. Je zou het ze ook gunnen voor de winterstop. Bar en boos bij AFC. En in 2018 natuurlijk fantastisch. Hier, 2-1. Prima doelpunt van Ilia Zaimi. En dan nog voor rust de schade hersteld. Prima kopbal natuurlijk. Met gevaar voor eigen leven. En dan 2-1 voor AFC. Dat standhoudt in de tweede helft. En hier Barendrecht verder moet met 10 man. Is dat wat overdreven? Dat lijkt me wel. De rode kaart voor Max van Dijk. Gegeven door Van der Pol. Want die heeft daar toch nog een maatje in de defensie van Barendrecht. Geel zou op zijn plek zijn en dat vindt Poldervaart natuurlijk ook. Dan wordt het heel lastig voor Barendrecht dat vorige week al verloor van Kozakkenboys. Daar weer Ignacio. Maar nog niet met de beslissing. Is dat Van der Brink dan gegund? Ook niet. En daar is Zwart. En dan is de Siel. Aandachtig toeschouwers. Zij zien hier Willemsen vertrekken. Geen verdedigers meer over bij Barendrecht. Dit moet dan de beslissing zijn voor Ignacio. En natuurlijk doet hij het. Zijn elfde. En AFC gaat winnen. Je kunt je afvragen. Was het zo ook gelukt zonder deze klasbak? Maar hoe dan ook kan AFC zich langzaam maar zeker opmaken voor nog een jaar tweede divisie. 3-1 in Amsterdam.